Hallo. Hallo, hallo. Goed je weer te zien. Ja, Met een big ingeschreven, ja. smile, daar word je vrolijk van. Oh, van de ziel, ja, we're waiting for the specials, Ja. rabbi. Ja. Rabbi special for you. Yeah, it's always special. Always special. Ja, zoals ik zei, vandaag heb ik niet de dia's kunnen maken. Dus we gaan wel wat leren en ik zal wat teksten voorlezen. Maar ik kan het niet op de scherm presenteren. Wacht nog even, we zijn nog een beetje voor de tijd. Het is wel een hele speciale, de volgende parsha Nou, is wel heel, heel speciaal, hè, Zachor. vertel toe, wat is daar speciaal aan? Oh, Zachor, ja, maar ik ga het hebben over Tetzaveh. Ik ga het Oh, niet hebben over Zachor. Zachor is inderdaad een hele speciale, Tetzaveh is ja. ook speciaal. Ja, we hebben van de week een show gehad van, even denken, in ieder geval... Met een Seagal, nee? Ja, dat was... Volgens mij zou Rav Seagal spreken over Zachor. Ja, was heel, heel, was heel, voor mij een hele eye-opener. Maar ja, dat is voor heel veel dingen. Oké, volgens mij hebben we lang genoeg gewacht. And Rabbi, did you get my Yes. Thanks. Yes. No problem. In the mikre, so. Yeah. No problem. Doe de hartelijke groeten. Oh. Oké. Daarover. Oké. Nou. Wil ik even een... misschien een... de losse pols een vraag stellen. We weten, ja, chantage en afpersing en manipulatie en afdreigen, dat zijn allemaal hele vieze woorden. Daar worden we akelig van. Als we die woorden horen, dan geeft het geen goed gevoel. Ja. En ja, soms is er sprake echt van geweld, en, of in ieder geval dreiging met geweld. Maar soms is er geen geweld, maar toch keuren we het af. Ik heb even opgezocht wat de definitie van chantage en eigenlijk manipulatie in het bijzonder, wordt het zo beschreven dat je speelt in op een schuldgevoel. Ja, het is jouw schuld dat ik ongelukkig ben. Of ik heb je zoveel gegeven en nu moet je iets terugdoen. Of je speelt in op angsten. En als of echte angsten die leven bij de persoon, of je verzint angsten en je speelt daarop in. Of op het plichtsgevoel, ja. Iedereen weet dat, zo hoort het gewoon. Dat doe je, dat doet iedereen. Waarom doe jij dat niet? Als je dat zo droog leest, dan zou je denken, er zijn situaties waar het best op zijn plaats is. Of niet? Zou het soms terecht zijn om iemand op zijn schuldgevoel te wijzen? Zou het soms terecht zijn om iemand te waarschuwen voor iets?
inspelen op angsten. Wat betekent inspelen op angsten? Ja, je kan het ook zien als, als iemand wijzen op een negatieve ontwikkeling die de persoon te wachten staat. Zijn er soms koosjere chantage methodes? Is mijn vraag. Wow. If there is really a serious wrong done and you're witnessing it and you keep quiet, I find that less good than if you do speak out. If somebody is really seriously doing something that ethically, morally, it is very difficult. I've had that situation before, and then I've corrected that person with whatever, or people, whatever. That's my opinion. Okay, so you're, yeah, so yeah, this, comfort in het Nederlands. Ja, dus je spreekt over om iemand dus terug te wijzen. Yeah. Maar het is niet dat je probeert de persoon daardoor iets te laten doen. Het is niet dat je manipulatie, wat betekent manipulatie? Je dringt iemand in een hoek om iets te doen wat jij vindt gedaan moet worden, die andere persoon kennelijk niet. En daar is de vraag, is dat iets, kan dat ooit kosher zijn? Of is dat altijd uit den boze? In ons taalgebruik, in het Nederlands, heeft chantage per definitie een negatieve klank. Ja. Daar valt niets goeds over te zeggen. Als je gaat zeggen op een gegeven moment, het is bijna synoniem met iemand onder druk zetten om zijn gedrag te veranderen, dan verlaat je in feite de betekenis van het woord chantage. Ik denk dat je chantage moet laten in het negatieve domein van het spraakgebruik. Als je gaat zeggen om iemands gedrag te veranderen, is het nodig om een beetje druk uit te oefenen, dan verlaat je in feite de betekenis van het woord chantage, dan hanteer je een ander middel om iemand tot een gedragswijziging te brengen. Dus je moet oppassen dat je chantage niet gaat gebruiken in een soort van, ik wou bijna wel zeggen, in een soort van positieve duiding. Nee, chantage moet negatief blijven, maar dat betekent niet dat je door druk uit te oefenen op iemand of iets te doen waardoor zijn gedrag verandert, dat is prima. Maar dan verlaat je wel het woord, het betekent domein van het woord chantage. Mm-hmm. Oké. Zou het ook kunnen yeah. zijn dat je iemand op zijn plichten wijst? Dat is dan wat milder als dat je zegt, ik doe hem in een hoek of het nou wel of niet waar is. En dan komt hij niet meer uit. Maar dan kom je dus inderdaad bij die vraag. Is het zuiver? Is het echt zijn plicht? Of is het iets dat jij als zijn plicht ziet? Of misschien heeft hij wel een plicht, maar heeft zijn eigen berekeningen die hij maakt. En die is geen verantwoording schuldig aan mij. En daar komt nog iets bij. Als je het woord chantage gaat gebruiken, de ene persoon die chanteert de andere om tot een gedragswijze te komen, dan zal dat degene die het betreft, degene die dat veroorzaakt heeft, zeker niet in dank afnemen. Zeker niet. Als je zegt op een gegeven moment, wij doen iets, we proberen iemand te overtuigen of in te laten zien dat hij zijn gedrag moet veranderen, dan kan dat geaccepteerd worden. Maar ik zal nooit en ten nimmer het woord chantage gebruiken om iemands gedrag te veranderen. Okay, ik heb 5 woorden. Ik heb chantage, afpersing, manipulatie, afdrijving. Ja, dat is allemaal negatief. Dat is negatief. Ja. Dat moet je niet gebruiken. Allemaal negatieve woorden, inderdaad. Oké, goed. We houden dit even in gedachten. En nu gaan we naar de parsha. Parsha Tetzaveh. Parsha Tetzaveh is uniek in het feit dat van het moment dat Moshe geboren werd
in Parashat Shemot, tot de laatste parasha, Vezot HaBracha Asher Berach Moshe, in elke parasha komen we de naam Moshe meerdere malen tegen. Parashat Tetzaveh is de enige parasha waar de naam Moshe niet één keer voorkomt. En dat is niet zonder reden. Dus wat Parashat Tetzaveh uniek maakt, is het feit dat de naam van Moshe nergens verschijnt, nergens voorkomt. En daar zegt, daar meerdere commentatoren hebben daarop gewezen en daar op gecommenteerd, commentaar opgegeven. De allereerste bron die daaraan verwijst, dat is Rabbeinu Asher. Maar ik citeer hier van de zoon van Rabbeinu Asher, dat is de Baal HaTurim, een hele beroemde commentaar op de Torah, die vaak wijst op die juist op taalkundige eigenaardigheden, zeg maar. De Baal HaTurim die zegt als volgt: Lo hizkir kan Moshe b'shem. In deze parasha wordt de naam Moshe niet één keer genoemd. Waarom? Al shem sha'amar mecheni naam misifrecha. In de volgende parasha, niet in parashat Tetzaveh, maar in de volgende parasha, in parashat Kitisa, dan lezen we het verhaal van de gouden kalf. Hoe het Joodse volk 40 dagen nadat ze de Aseret HaDibrot hebben gehoord, dienen ze de gouden kalf. En HaKadosh Baruch Hu dreigt, tussen aanhalingstekens, om ze uit te roeien. Moshe staat het volk te verdedigen. En op een gegeven moment zegt hij de volgende woorden. Als je ze vergeeft, dan is het goed. Zo niet, Megeni naam is Sifrecha Asher Katavta. Dan moet je me wegvegen, moet je me uitvegen uit het boek dat u geschreven had. Dat is wat Moshe zei. Waarop, en dus zegt de commentaar van de Baal HaTurim daarop, dat kilelat chacham afilo altnai hiba'a. Dus Moshe heeft inderdaad een voorwaarde gesteld. Hij zegt, of je vergeeft ze, of je veegt me weg uit het boek. Nou, Hashem heeft ze wel vergeven. Dus eigenlijk is aan de voorwaarden niet voldaan. Dus is er geen reden om hem uit te vegen. Daarom blijft, heet het nog steeds de boek, de Torat Moshe, de vijf boeken van Moshe. Desalniettemin, toch, Moshe heeft het wel gezegd. En hij gebruikte best een zware de terminologie. Hij zegt, kilelat chacham, een vloek van een wijsgeer, een tzaddik, die een vloek uitspreekt, zelfs als hij dat voorwaardelijk uitspreekt, heeft het toch zijn werking. En dus Moshe heeft voorwaardelijk gezegd, ik wil mijn naam moet weggeveegd worden, moest het gebeuren. Niet uit het hele boek, maar één parasha. In ieder geval uit één parasha. En dus deze parasha, Parashat Tetzaveh, dat is de ene parasha waar de naam van Moshe niet in voorkomt om te voldoen aan de, met de toert mee te spreken, aan de vloek van Moshe, die op zichzelf heeft uitgesproken dat hij dat zijn naam uit het boek weggeveegd moet worden. Oké, dat is een uitleg. Maar dat is maar een halve uitleg. Want dan zeg je dat er een parasha is waar, dit is een uitleg waarom er een parasha moet zijn, waar de naam van Moshe niet vermeld wordt. Maar waarom deze parasha? Waarom is het parasha Tetzaveh? Vooral
als je daarbij stilstaat, dat Titzave, de vloek is nog niet uitgesproken. De vloek die wordt pas volgende, in de volgende parasha uitgesproken. En we gaan hem nu al, we gaan hem alvast implementeren, ook voordat die uitgesproken is. Het is niet, lijkt niet logisch te zijn. Rabijn Katzman, kun je dat niet rangschikken onder het hoofdstuk van een retorische uitspraak om een bepaald effect te sorteren? Oké, goed. Maar wat de Torah zegt, hij citeert het eigenlijk van de Zohar. Hij zegt, ja, en als een gagam, ja, als je op een hoger niveau bent, dan hebben je woorden meer waarde. Net zoals we zeggen over inderdaad, bijvoorbeeld de zonde van Moshe, waarom hij niet in het heilige land mocht komen. Ja, als je dat denkt, als je dat in verhouding stelt met zijn, wat hij gepresteerd heeft, dan denk je, is dat niet te vergeven? Zeg, als je op een hoger niveau bent, dan heeft elke handeling en elke woord heeft een, weegt veel zwaarder. En dus een gagam, inderdaad, wij zouden zulke woorden misschien anders gebruiken of anders bedoelen en dus ook anders aangerekend worden, maar bij een gagam, als die iets uitspreekt, dan kan hij zich niet schuilen achter ik bedoelde iets anders. Of zelfs als hij, hij heeft inderdaad letterlijk gezegd op een voorwaarde, maar ook als aan de voorwaarde niet voldaan wordt, is dat, wordt dat wordt daar gehoor aan gegeven. Okay, goed, dus de vraag, waarom Pasha Titzaveh uit alle Parshiot? Dus in deze commentaar van Tor gaat hij daar ook een stapje verder mee. En die zegt waar gaat deze Parsha over? Hoofdzakelijk, de grootste deel, het leeuwendeel van deze parasha bespreekt de kleding van de Kohen Gadol. De speciale, de bijzondere gewaden dat de Kohanim, de priesters in het algemeen en de Kohen Gadol in het bijzonder droegen. En eigenlijk was zo zegt de Tor, dat eigenlijk, hij citeert van een midrash, dat eigenlijk was de Kohuna bestemd voor Moshe Rabbein. Moshe zou eigenlijk een Kohen zijn. Of een Kohen, of de Kohen Gadol. Maar eigenlijk was de Kohuna voor hem bestemd. Het feit dat het weggegeven is aan zijn broer Aaron, maakt het een beetje ongemakkelijk, als het ware. Omdat Moshe daar een beetje een ongemakkelijke gevoel bij had, daarom wordt hij niet met naam genoemd in deze parasha. Dat is de uitleg van de Tor. Ik hou het een beetje oppervlakkig, wat wij in dit ongemakkelijke gevoel bij moeten voorstellen. Maar in ieder geval wat we zien, het is beide aspecten van zijn uitleg zijn allebei, hebben best een negatieve klank. Het is het feit dat Moshe's naam niet genoemd wordt, is een vloek. Hij gebruikt, is een uitwerking van een vloek. Hij gebruikt letterlijk dat woord. Dat Moshe een onheimische gevoel had bij de gebeurtenissen van deze parasha, heeft ook een negatieve klank. Er zijn andere commentatoren, en in het bijzonder, deze shiur is gebaseerd op een sicha van de Lubavitcher Rebbe in Lekutei Sichot, deel 21, de eerste sicha op de parasha Titzaveh. Daar geeft de Rebbe een hele andere perspectief op dit verschijnsel en wat wij hiermee kunnen.
Het begint dus met het eerste woord. Ve'ata titzave. Moshe Rabbeinu's naam wordt niet genoemd. Maar hij is wel degelijk aanwezig. Je kunt de parasha niet lezen zonder aan Moshe te denken. Ve'ata titzave. En jij zult de opdracht geven. En dat herhaalt zich een paar keer. Als ik me niet vergis, is het 5 keer in deze parasha. 4 of 5 keer in deze parasha. Dat Moshe aangesproken wordt met Ve'ata en jij. En zoals we weten, een naam van een persoon raakt je heel diep. Maar het is een bepaalde vorm van hoe je zich manifesteert. Ata is onbeleefd, om te refereren aan iemand niet met zijn naam, maar hey jij is niet beleefd aan de ene kant, maar het is wel je wendt zich niet tot de formaat hoe de persoon zich manifesteert, maar je wendt zich tot het wezen van de persoon zelf. En het feit dat de Torah hier, in deze parasha, niet de naam Moshe gebruikt, maar wel refereert aan Moshe meer dan 1 keer met het woord Ata, komt ons iets anders zeggen. En dus als we een globale blik op de parasha gooien, dan komen we eigenlijk 3 of misschien 4 onderwerpen tegen. Er zijn 3, laten we het op 3 houden. Het allereerste, de eerste paar psukim, de eerste paar zinnen van de parasha, nadat we een parasha Truma hebben gelezen over de verschillende kelim, de verschillende voorwerpen die in de Mishkan en de verplaatsbare heiligdom gemaakt moesten worden. Één daarvan is de menorah, dus de kandelaar. In Parshat Truma staat niks over wat er met de kandelaar gedaan moet worden. En dus het begin van Parshat Tetzaveh is dat Moshe moest de opdracht geven aan het Joodse volk dat ze olijfolie aan hem zouden brengen. En met die olijfolie zou Aaron de lampen van de menorah aansteken. Dat is het eerste onderwerp over het inzamelen van de olijfolie. Tweede onderwerp gaat over de kleding van de Kohen Gadol. Daar begint het ook. Ve'ata. Akrei ve'lecha, dat Moshe moest bij zich roepen. Aaron en zijn zonen. En hij moest zorgen dat de vakmensen de juiste materialen hadden om daarmee de kleding, de gewaden te maken. Volgens de voorschriften. Zoals dat uitvoerig beschreven wordt in deze parasha. Dat wordt, zoals ik zei, dat is het leeuwendeel van deze parasha. En vervolgens vertelt de Torah hoe Aaron en zijn zonen ingewijd werden als Kohanim. Het begin van het proces, meer uitgebreid wordt het pas in Parashat Shmini. Het verhaal wordt onderbroken. Maar het begint in deze parasha, begint de Torah te vertellen ook over de inwijding van de Kohanim. En dat is ook onder leiding van Moshe. Moshe is degene die daar een leidende rol in had. En als aan het einde onverwacht vertelt de Torah over een van de kelim, een van de, van de voorwerpen, een van de meubelstukken, zou je eigenlijk zeggen, van de Mishkan, het lijkt alsof per ongeluk, waarom we dat vergeten om eerder te noemen, wordt het Heer genoemd. Ja, we hebben, wat zijn de kelim van de Mishkan? Welke voorwerpen waren er belangrijk? Ja, de Ark, de Aron HaKodesh, of de Aron HaBrit. Je had de menorah, de kandelaar en de shulchan, de tafel voor de toonbroden. En de mizbeach, de altaar. Nou, van de mizbeach waren er 2.
Er was één die buiten in het hof, in de open lucht stond. En dat was voor de dierenoffers. En er was een tweede die binnen was. Die was voor de rookoffer. Voor de Mizbeach HaKetoret. De Mizbeach HaKetoret werd dus niet genoemd. Dus alle andere voorwerpen, die werden in Parashat Truma genoemd. Die werden in de vorige Parasha genoemd. En dan wordt het onderbroken met het vertellen over de kleding van de Kohen Gadol. En aan het einde daarvan, ineens komt de Torah terug. En die zegt, er moest ook nog een tweede altaar gemaakt worden. Dat is die altaar die binnen stond. De altaar waarop de Ktoret Hasamim, de rookoffer, gebracht werd. Dat zijn de onderwerpen van deze parasha. En dan moeten we dus een gemene deler vinden tussen die verschillende onderwerpen. Dat al die onderwerpen worden samengebracht en aan ons gepresenteerd door Moshe, zonder de naam van Moshe te noemen. Met het ata presentatie van Moshe, niet de naam van Moshe. Mag ik even een vraag stellen over het gebruik van het woordje ata? Wij vertalen dat als jij. Hè? Ja. Duidt dat ook niet op een soort van intieme relatie tussen de twee? Kijk, als ik tegen u zeg, Rabijn Katzman, dan bent u de man Rabijn Katzman. Maar als ik zeg jij, dan duidt dat toch op iets anders. Dan duidt het op een soort van bijna nadere, bijna intieme relatie dan het afstandelijke woord van je naam te noemen. Dus ik heb eigenlijk niet zoveel bezwaar tegen het gebruik van het woord ata. Als jij, met andere woorden, er is een soort van dialoog gaande tussen de eeuwige en Moshe. En in die dialoog wordt het woordje jij gebruikt. En dat duidt volgens mij toch wel heel sterk op een soort van intieme relatie die twee met elkaar hebben. Zeker weten, absoluut. Dat heb ik ook gezegd. Dat heeft u heel goed verwoord. Dat door Moshe's naam niet te noemen, maar wel hem daar te positioneren. En dan is eigenlijk zijn aanwezigheid misschien een sterkere aanwezigheid, een diepere aanwezigheid. Zijn betrokkenheid is tot aan zijn wezen toe. Niet alleen hoe hij zich voordoet, niet in de formele betrekkingen, maar tot aan zijn wezen toe. Absoluut. En daar is dus het zoeken naar dat gemene deler. Wat is het van die onderwerpen dat hier besproken worden, dat we meer dan alleen de naam Moshe moeten hebben, maar de ata van Moshe willen hebben. Dus gaan we even een stap terug. Dus de commentaar van de Tor is een... is een waarheid. Ja, de commentaar van de Tor is niet... afschrijven of afschieten. De commentaar van de Tor die zegt dat het heeft te maken met het feit dat Moshe gedreigd heeft dat veeg mijn naam uit je boek, Megeni naam is Sifra, veeg mijn naam uit je boek. Het heeft daarmee te maken. En hoe komen we dus terug naar de vraag van chantage? Wanneer Moshe zegt tegen Hashem, je moet dit doen, ja, je moet ze vergeven. Hashem zegt, ik wil ze niet meer, laat me, ik wil ze niet vergeven. Hanachli. En Moshe zegt, nou, als je ze niet vergeeft, dan moet je me vegen uit je boek. Is dat niet een vorm van chantage? Ik vind van niet. Voor mijn gevoel wel. Ik vind van wel. Het is a conditional. Ja, voor mijn gevoel wel. Het lijkt dat hij probeert iets eruit te krijgen die de andere partij
niet aan toe is. Ja. Oké, dus je kan het een beetje milder maken. En ik zeg, nee, kijk, wat voor dreiging is dat? Hashem is niet afhankelijk van Moshe. You know, het is niet dat als Moshe's naam uit het boek geveegd zal worden, dan kan Hashem bij wijze, you know, kan Hashem zijn Torah niet kwijt. Dan je kan niet spreken over chantage. Maar wat Moshe zegt, hij zegt, ik wil hier niks mee te maken hebben. Ja, count me out. Ik wil niet in het, en zo wordt het ook gebracht, dat Moshe zegt, als in over 1000 jaar, als mensen de Torah lezen, en ze zien dat Hashem gewoon zijn gang gaat, en ik heb niet ingegrepen, wat doet het voor mijn reputatie? Dus ik wil hier niks mee te maken hebben. Dat is ook, dat kan niet zijn wat Moshe zegt. Het kan niet zijn op zo'n moment, wanneer zowel de toren van Hashem hoog is, en het voortbestaan van het Joodse volk wordt in twijfel gebracht. En dat Moshe dan aan zijn eigen reputatie, zal bezig zijn met zijn eigen reputatie, is ook niet echt aannemelijk. Dus hoe moeten we begrijpen deze statement dat Moshe maakt? Of je vergeeft ze, of je moet mij uit het boek vegen. En dus hier komen we inderdaad terug naar dat idee van je hebt een naam van een persoon en je hebt een persoon is meer dan zijn naam alleen. Een persoon is de karakter van de persoon en de ziel van de persoon is dieper dan de naam. De naam is heel belangrijk, maar er is nog meer. Er is dieper dan de naam. Moshe en de Torah zijn niet los van elkaar te krijgen. Ja, Moshe Emet, de Torah to Emet, of Zichru Torah, Moshe Avdi. De Torah wordt vaak op naam van Moshe genoemd, omdat Moshe heeft zich helemaal vereenzelvigd met de Torah. Hetzelfde geldt ook voor zijn leiderschap. Als leider van het Joodse volk. Is onlosmakelijk. De band tussen Moshe en zijn volk is niet... daar is geen speld tussen te krijgen. Geen speld tussen te krijgen. We zien dat trouwens ook in het verhaal van de egel, van de gouden kalf. Maar op het moment dat de gouden kalf gemaakt wordt en dat het Joodse volk begint de gouden kalf te dienen, waar is Moshe? Moshe is bij Kadosh Baruch Hu, op de berg Sinai. En Hashem zegt tegen hem, leg reed kishiget amcha. Ja, je moet naar beneden, omdat je volk heeft het verknoeid. Ja, dat is de letterlijke vertaling. Ja. Chazal, de Gemara, zegt dat wanneer Hashem zegt tegen hem, leg reed, ga naar beneden, bedoelt hij niet alleen daal af van de berg. Hij zegt, leg reed, je bent niet meer wat je was. Je spirituele niveau is gedaald. Niet alleen moet je de berg afklimmen, maar je spirituele niveau is ook gedaald. Ook al heb jij niks gedaan. Niet alleen heeft Moshe niks gedaan. Hij kon ook niks doen om te voorkomen dat het Joodse volk zal doen wat ze deden. Hij was er niet. Toch, het feit dat het Joodse volk zo laag terechtgekomen is, zo laag, zo vreselijk gefaald heeft, het kan niet dat het geen effect heeft op Moshe. Want Moshe, wie is Moshe? Moshe is de leider van het Joodse volk.
En als het Joodse volk op een lagere niveau staat, dan staat Moshe ook op een lagere niveau. Dus wanneer Hashem zegt, leg reed, kishichet amcha, je bent daal, omdat je volk heeft het verknoeid, dan zegt hij ook dat zijn spirituele niveau is gedaald. Dus de band van Moshe met het Joodse volk is onlosmakelijk. Mag ik Moshe hier in bescherming nemen tegen dat? Je zou kunnen zeggen, hè, dat Moshe die verkeert in hogere sferen als hij op de berg is. Ja. Hij is in een totaal ander domein terechtgekomen. En nou daalt hij af naar de wereld. De harde wereld van de rauwe werkelijkheid, waar allerlei nare dingen gebeuren. Dat kennen we allemaal. Wij hebben ook momenten van dat we als het ware opstijgen, ons in een bepaalde sfeer bevinden en dan een moment later haalt de realiteit ons terug naar de wereld van vandaag. Mm-hmm. Ja. Maar dat betekent niet dat de persoon, en in dit geval Moshe, op een lager spiritueel niveau zou terechtgekomen zijn. Hij verlaat een sfeer en gaat terug, hij daalt af naar de sfeer van het domein van de realiteit, van de rauwe werkelijkheid, waar allerlei dingen gebeuren die niet goed zijn. Wat ik met deze uitspraak van de Chachamim wilde brengen, is dat Moshe kan niet ontlopen zijn verbondenheid met het Joodse volk. Moshe en het Joodse volk, net zoals we hebben gezegd, Moshe en de Torah zijn één en hetzelfde. Hetzelfde geldt ook voor het Joodse volk. Het is niet, ja, soms heb je een grote wijsgeer, een hele geleerde persoon. En er zijn dus volgelingen, leerlingen, die komen bij hem leren. En als de universiteit failliet gaat en er zijn geen leerlingen meer, blijft hij nog steeds een wijsgeer. Ja, hij is niet minder geleerd als er geen leerlingen zijn. Dat kan je niet zeggen over Moshe. Wij noemen Moshe Rabbeinu, Moshe onze leraar. Hij is de persoon die de Torah aan ons, Zot HaTorah, Shesam Moshe Lefnei Bnei Israel, het is van Moshe dat we de Torah hebben geleerd. Maar Moshe zonder leerlingen is niet dezelfde Moshe. Het heeft een effect op hem. Dat zie je dus, dat zegt Hashem tegen hem, zodra dat het Joodse volk gezondigd heeft, heeft het een effect op Moshe, ook al is Moshe helemaal niet bij betrokken. En je kan hem geen enkel verantwoordelijkheid toeschrijven. Het heeft een effect op hem. Dat is, dat wil ik met die uitspraak brengen. En nu staan ze dus op een punt waar inderdaad het Joodse volk heeft gefaald. En zo enorm gefaald dat Hashem zegt, hier is geen vergeving voor mogelijk. Er is geen vergeving mogelijk. En daar valt wat voor te zeggen. Het is maar 40 dagen nadat je van bij Mondes Hashem zelf, hebben jullie gehoord, je zult geen afbeeldingen maken, je zult geen afgoden hebben. En ze doen dat. Dat is onvergevelijk. Daar zegt Moshe, ik kan me daar iets bij voorstellen als je dat vanuit de perspectief van de Torah leert. Als je dat vanuit de perspectief van de Torah leert, klopt het. Er is ook een midrash, het is een midrash op Tehillim, en ook meerdere plekken wordt het gebracht, maar wat ik nu lees is uit Tehillim, uit de Midrash op Tehillim, die zegt, Shalu lechochma chotema ansho.
de vraag werd gesteld, in de hogere sferen werd de vraag gesteld, wat moet je met een zondenaar? Er is iemand die gezondigd heeft, wat moet je daarmee? Die vraag werd gesteld aan wijsheid. Wijsheid zegt, daar moet je ver vanaf blijven. Verwijderen. Niks mee te maken hebben. De vraag werd gesteld aan de Torah. Shalu le Torah. God en manjo. Aan de Torah werd gevraagd. Wat doe je met een zondenaar? Zegt de Torah. Daar is een speciale offer voor te brengen. Er zijn procedures die je moet doen. Het ligt aan welke zonde dat is. Dan zijn er bepaalde procedures die gehanteerd moeten worden. En als laatste, zegt de midden, Shalul HaKadosh Baruch Hu Chotem Ma'ansho, werd aan HaKadosh Baruch Hu zelf de vraag gesteld. Wat doe je met een zondenaar? Waarop HaKadosh Baruch Hu zegt, een zondenaar moet tshuva doen. Die moet berouw hebben en die moet tshuva doen. En die moet inkeer doen. En wanneer hij inkeer doet, dan keert hij terug. Dan is hij weer onderdeel van de club. En dat is eigenlijk wat Moshe zegt ook tegen Kadosh Baruch Hu hier op dit moment. Kadosh Baruch Hu zegt, ze hebben net de Torah gekregen. In de Torah hebben ze gehoord, je mag geen afgoden hebben. En ze gaan afgoden dienen, afgelopen. Er is geen weg verder met ze. Zegt Moshe, misschien is dat vanuit de perspectief van de Torah, is dat inderdaad zo. Maar er is een diepere band. Er is een diepere perspectief. Er is ook de mogelijkheid voor tshuva. Kadosh Baruch Hu zelf introduceert het begrip van tshuva. En als ik met mijn... Zoals ik zich manifesteer in de Torah, daar kan ik geen verdediging voor hun vinden. Maar ik kan een verdediging voor hun vinden van mijn mensheid, van mijn wezenlijke zijn. Ik graaf diep in mezelf en daar kom ik met een verdediging. Ik kan ze niet verdedigen volgens de Torah, omdat ze hebben overtreden wat er in de Torah staat. Maar ik kan ze verdedigen met mijn zijn, met wie ik ben. Dus hij zegt, als we geen vergeving voor hen kunnen vinden, dan houdt het op wat de tekst van de Torah betreft. Maar wat de neshama betreft, wat de ziel betreft, daar kunnen we tot tshuva komen en met tshuva kunnen we herstellen de hele band met de Torah ook. En dat is zoals het ook gebeurd was. Er werd dus de eerste stel stenen tafelen werden kapot gegooid. Maar er kwam dus een tweede waarbij het hersteld werd. En salach tikid varecha. Ik heb ze vergeven zoals Moshe dat gevraagd heeft. Maar om dat punt te bereiken was het nodig om eerst dieper te graven. Om iets diepers aan te wakkeren om het wezenlijke band die verder gaat dan de afspraken tussen aanhalingstekens die daar in de Torah staan, maar de band, het verbond dat Hashem gesloten heeft, die niet aan voorwaarden die onvoorwaardelijk is, ja, die niet aan voorwaarden van voorwaarden afhangt, die band heeft Moshe aangewakkerd met die woorden. Dus hij dreigt niet met zijn woorden, zo niet moet je me wegvegen. Hij brengt de consequenties aan het licht en daarmee intensiveert hij, brengt hij een meer intens band tussen HaKadosh Baruch Hu en het Joodse volk, tussen hem en het Joodse volk. En daarmee een mogelijkheid om te restart, om opnieuw
te herstellen de band die gebroken werd door, door die overtreding, om die band te herstellen nadat die diepere band aangewakkerd was. En je kan misschien, het is niet precies hetzelfde, maar toch een, ik heb een verhaal gelezen van een, er was een muziekleraar, of een muzieklerares, die één leerling had waarvan ze gewoon niet kon begrijpen waarom deze leerling nog steeds op muziekles komt. Ja, die was al een tijdje bezig en die pakte daar niks van op. En de leraar die kon gewoon niet begrijpen, wat doet deze jongen nog steeds? Waarom komt hij elke keer nog steeds bij de les? Maar goed, je kan niet, er was geen goede reden om te zeggen nee. De leraar, de docent heeft wel een paar keer beleefd gevraagd, waarom vind je het zo belangrijk? En die zegt, nou, ik zou zo graag voor mijn moeder een mooie optreden uitvoeren. Ik denk dat zij dat zo leuk zou vinden. Oké, maar het kwam er nooit van. Nou, dit gaat een tijdje door en dan komt er een periode waar de jongen begint een paar lessen te missen en de leraar denkt, oké, nou, eindelijk, hij geeft het zelf ook op, dat verstandig, dat vond ze ook verstandig. Maar voor het einde van het jaar was er altijd, ja, zoals vaak in die muziekscholen, aan het einde van het jaar heb je een optreden waar alle leerlingen treden op en de ouders en de grootouders, iedereen komt om ze om te genieten. Evenement, komt die jongen wel opdagen. Vrij onverwacht. Komt die opdagen. Nou, wat kan de leraar doen? Die is er en die is wel ingeschreven in de school. Dus krijgt hij ook een stukje om op te treden. En dan gaat hij zitten bij de piano en die geeft een presentatie. Die doet een stuk wat niemand ooit had kunnen voorstellen. En het was echt het mooiste van alles. En uiteraard kreeg hij een hele grote applaus. En de leraar stapt gelijk naar hem toe en vraagt, hoe heb je dat gedaan? Vertel, wat ligt erachter? En de jongen vertelt dat, ik heb je altijd gezegd dat ik wil muziek leren om voor mijn moeder te kunnen, op te kunnen treden. Mijn moeder was eigenlijk doof. Mijn moeder kon het horen. Ze sprak altijd over muziek. We hebben het altijd over muziek gehad. En daarom was dus de droom, ik wil muziek leren en we zullen zorgen dat ze kan horen. En dan zal ze van mijn muziek kunnen genieten. Onlangs is ze erg ziek geworden en ook overleden. Dat was de reden dat ik de laatste tijd niet bij de lessen ben geweest. Maar nu weet ik dat ze kan me horen. Nu kan ze me horen en dus heb ik het ook op die manier kunnen spelen. Ja, dus wat zegt dit? Ja, het is natuurlijk een metafoor. Maar het is soms als je raakt en je raakt iets aan dat dieper is
dan de alledaagse, dan ben je in staat om ook het alledaagse op een veel betere, efficiëntere en meer zuivere manier te doen dan anders. En dat heeft Moshe in tijd van nood aangewakkerd. Maar dat komt dus, en in deze parasha komt het in het alledaagse. Ja, op het moment van de gouden kalf, wanneer Moshe moet, bij wijze van spreken, Hashem tegenspreken, tussen aanhalingstekens, dat is een noodmiddel. En dan grijpt hij naar dat noodmiddel en hij zegt, you know, im ayin megeni na misvrega, vergeet de naam, vergeet de tekst van de Torah. We hebben nu de innerlijke neshama, de innerlijke tshuva nodig. Dat gaat ons redden. En deze parasha, die trouwens dus na een volledige cyclus, nadat je de hele cyclus van Parshat Kitisa, ga je de hele cyclus opnieuw door. En dan kom je bij de laatste, als de cyclus begint bij Kitisa, is Parshat Titzaveh, de laatste parasha, daar komen we drie onderwerpen tegen, zoals we hebben gezegd aan het begin. Daar wordt gesproken over het aansteken van de lampen, de lichtjes van de menorah. Daar wordt gesproken over de kleding en de inwijding van de kohanim. En daar wordt gesproken over de altaar voor de rookoffers. Nou, bij het eerste te beginnen. Wa'atat het zaveh het bnei Israël, v'yikhu elecha shemen zayit zach. Jij, Moshe, moet opdracht geven dat ze olijfolie aan jou zullen brengen, zodat Aaron de lichtjes kan aansteken. Waarom moet de olie aan Moshe gebracht worden? Er moest veel gebracht worden. Goud, zilver, wol, leer. Er moest veel gebracht worden. Het moest niet per se aan Moshe gebracht worden. Er was een inzamelpunt en alles werd naar die inzamelpunt gebracht. En de vakmensen hebben daarmee hun werk gedaan. Hier staat dus, ze moesten de olie aan Moshe brengen. En Aaron zal Aaron de lampjes kunnen aansteken. Omdat de taak van Aaron als de hoge priester, dus de spirituele leider, in zekere zin is de hoge priester, is de spirituele, staat aan de top van de hiërarchie, van de spirituele hiërarchie van het Joodse volk. De taak van Aaron is inderdaad om die lampjes aan te steken. Maar je moet wel een lampje zijn. Hij kan lampjes aansteken. Maar iemand die niet voldoet aan een lampje, als een lampje beschreven te worden, daar kan Aaron niet zoveel mee. Aaron kan wel een vuurtje brengen aan de lontjes, maar je moet een licht zijn. Als je zelf geen licht bent, zal een vuurtje bij een blok hout zal niet aansteken. Je moet voldoen aan de voorwaarden. Moshe daarentegen, dat is spiritueel gezien, je moet op een bepaald niveau zijn om aangestoken te kunnen worden, opgestoken te kunnen worden door Moshe, door Aaron. Moshe kan ook mensen die niet aan die eisen voldoen, ook mensen die bij de gouden kalf gedanst hebben, ook die mensen kan Moshe wel aansteken. En dus daarom is het zo essentieel dat Moshe hier een belangrijke rol speelt. En dat Moshe is de tussenpersoon. De olie wordt aan Moshe gebracht. Moshe maakt dat het bij Aaron aangestoken kan worden. Het is de persoon van Moshe met zijn diepe verbondenheid met het Joodse volk kan een veel diepere snaar aanraken dan wat Aaron zelf zou kunnen.
En hetzelfde geldt voor wat verder besproken wordt. Over de... wat is de rol van de Kohanim? De rol... een van de belangrijkste taken van de Kohanim is om een afstand. Ze moesten een soort... Ze moesten tussen. Ze moesten beschermen de Beit HaMikdash. Ze moesten zorgen dat, dat je komt niet in die plaatsen waar je niet mag komen. Ze hebben met de decor en met de eredienst en met alle voorwaarden, daar komt een bepaalde, daar ontstaat een bepaalde afstand ook. Ja? Het is wel een afstand die bedoeld is om de weg open te maken, maar neemt niet weg dat er is een formaliteit en er is dus ook een afstandelijkheid. En dan zou iemand misschien de indruk krijgen, oh, dus als ik niet aan alle voorwaarden doe, dan tel ik niet mee. Dan ben ik daar, maak ik daar geen deel uit. Daarom was het zo belangrijk dat het is juist Moshe. En je Moshe met de naam Atta, met de benoeming Atta, niet Moshe met zijn formele voordoen, maar met Atta, de Atta van Moshe, die komt, die stelt de Kohanim in. Die zorgt dat ze die positie krijgen en die zorgt dat die positie niet de effect zal hebben om een soort barrière te zijn tussen het volk en de Kodesh Baruch Hu. Integendeel, dat door de rol van Moshe daartussen zijn die, al die stappen en al die middelen juist een toegangspoort waarmee het volk Kadosh Baruch Hu kan dienen en Kadosh Baruch Hu onder ons kan vertoeven, kan zijn. En dan komt het laatste. Het laatste was dus de Mizbeach, de altaar van de rookoffers. Nou, er is iets heel interessants dat de Gemara ons vertelt over de rookoffers. De rookoffers was een samenstelling van 11 kruidensoorten. Ja, dat lezen we in de volgende week. In de Parashat Kitisa wordt het beschreven. Er zijn 11 kruidensoorten die bij elkaar gebracht werden. En een bepaalde mengsel. En op, met vuur werd daar die rook mee gemaakt. Een van die 11 soorten heet Gelbena. Volgens mij ook is dat ook de Nederlandse naam daarvan. Is iets van Gelbena. In het Hebreeuws heet het in ieder geval Gelbena. En zoals de Gemara zegt, Gelbena heeft geen goede geur. Gelbena heeft een onaangename geur. Dus waarom is het onderdeel van dit offer? Omdat de Torah ons wil leren dat niet alleen, niet alleen ons kent ons. Om dat offer te brengen, of de uitdrukking van de Gemara is, dat komt ons leren. Dat als er een vastendag is, of een smeekgebed is, waar er geen rasha tussen zit, is geen goede vastendag. Omdat als je alleen maar de tzaddikim hebt bereikt en de anderen zijn niet daar onderdeel van, dan heb je iets gemist. Dan heb je iets essentieels gemist. Er moet ook, natuurlijk is het de bedoeling van de ktoret, van de rookover, dat het een aangename reach nigoach, het is een aangename geur. Maar er zit altijd tussen ook de mensen die niet voldoen aan dat aangenaam, die horen er ook bij om het aangenaam te maken. Als die niet bij betrokken zijn, dan mist er iets essentieels. En dus ook dat valt onder de noemen van Va'ata, dat is ook de rol van Moshe. Waar Moshe zijn leiderschap niet beperkt tot de elite en tot de mensen die bij de elite kunnen horen, maar Moshe straalt zijn leiderschap uit ook aan de zondenaar en ook aan de persoon die danst voor het gouden kalf.
daar is Moshe net zo voor verantwoordelijkheid en verantwoordelijk en weet ook deze personen te betrekken bij het dienen van Hashem. Mag ik nog even wat vragen over dat Adaan? Ja, zeker. Ik keek even terug naar waar de Torah mee begint. En dat is dan eigenlijk veel meer op gebiedenwijs. In de vertalingen de Ber Adonai, sorry, de Ber Hashem El Moshe. En dan staat er hier, spreek tot de kinderen Israël. Dat is meer een gebiedenwijs. Dat is toch wat afstandelijker als dat ik rechtstreeks iemand tegen mij zegt. Jij moet het zelf doen. Je moet zelf Oké, maar hier is ook watat titzave et bnei Israël. Jij zult gebieden of zo begint titzave begint dus ook. Het begint wel met jij, niet Hashem sprak tot Moshe. Het is wel jij, maar het is, maar er wordt ook het idee van opdracht geven. En het klopt, er staat niet daber, maar er staat dit saber. Dat is een hele andere discussie. Wat is de betekenis? Waarom kiest de Torah hiervoor het woord dit saber, wat een ongebruikelijke vorm is? Maar dat laten we voor een andere keer. Ja, dank u wel. Ik vind het wel zoals ik het maar weer zeg, een eye-opener om daar weer op te letten. Ik vind het weer een hele verrijking, zoals u het aangeeft. Rabbi. Rabbi Katzman, tzava is a command. Tzav, wat je vaker ziet. Ja, wat je vaker ziet is tzavet binnen Israël. Ja. Ja, dat zie je vaak. Maar titzave is heel ongebruikt. Dank u wel. Todaroba. Bamale. Baharbe. Thank you so much. Nifla. Oké. Was weer inspirerend. Dank je wel, Raaf. Ja, heel hartelijk dank. Het was een tijdje.